paard komt, dat is toch denk ik de belangrijkste drijfveer. Met anderen, mantelzorger kunt zijn. En dat juist als je deelt, dat het dan misschien zelfs wel wat lichter wordt. Ook. Ja. En toen hebben wij eigenlijk gemerkt dat je in deze groepen toch een echte mantelzorger moest hebben. Omdat door Anita en haar verhalen ging voor ons een wereld open. Bij de gemeente Heerenveen willen we graag ook een mantelzorgcafé opzetten. En hier ook gaan meedoen met de mantelzorg webcam. Hebben we dat een plaats waar je daadwerkelijk aan het doen bij elkaar komt? Nee, wat ik al in het begin zei, we noemen het mantelzorgcafé, maar wat ik al zei, het zit in ons hart. En hij mij alle hoeken van het veld laat zien. Dus ik nog moeer ben als hij. Maar dan gaan we samen zo voldaan naar huis toe. En ja, dat is gewoon ja, echt uniek. Dan moet ik nu nog zelfs even slikken. Ja. Wij zeggen altijd, de mantelzorger die moet uit zoveel. Dus op het moment van het mantelzorgcafé, nou, ze mogen alles, maar ze hoeven helemaal niks. Dus als ze gewoon niet willen praten, wordt alleen maar gelachen of wat dan ook. Maar de onderwerpen worden zeer serieus. Maar het motto is dus ook echt van mantelzorgers voor mantelzorgers, ja. Hè? Dat is dus echt... In de lunch kunnen jullie nog meer vragen stellen. Ik ga het nu afhalen. Oh, mooi, dankjewel. Dank. Ik was ook met de vragen, dat net verdiend. Ja, mijn verhaal. Eigenlijk al mijn verhalen beginnen over de tijd dat het woord mantelzorg nog net bestiert. Maar het bestiert wel. Alleen het woord bestiert nog. De boer zit onder de kei te melken, het zwit roelen bij de hollendel, de baakster wil over de vlieger en dan weer de dokter die vliegen maar de taster of het goed is en de vader aan de dag. En de boer die zei ze in de vijf. Jongen, het is wel wat de vrouw stiekt bij mij hier voort in het graf. Ja, al 4 minuten letterlijk aan de baas erom vliegen. Dokter Modaal kan knieptangen hebben, anders komt het net goed. Oh, dokter Boer is net best. En joh, de baas mag al knieptangen, maar even letten zei je weg. Van de baas er weg. Dokter zei er moet een zeggen komen, anders komt het helemaal verkeerd. De baakster zeggen mooi. En nog 4 minuten later de vleer de baakster zag dat in de boer in die zaak. En nou een bielen en oors komt het helemaal op de kop verkeerd. Direct. Ik denk dat mocht de bielen zelf me brengen. Dit is net best. En hij bracht de bielen die zei, daar zei de dokter, jou op dat ding, want ik ken de tos net hier gekregen. Ja, soms wil je misschien wel eens even een middagje winkelen of eens een keer een dag met de kleinkinderen erop uit. Of nou, noem maar op. Of eens een keer gewoon even een stuk wandelen. Ja, en dan gewoon eigenlijk nu even niet. Hè? Dat is het eigenlijk. Nou, Noortje gaat daarop in. Het wordt aardig zwaar. Ik begin het te voelen. Ik sta 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar. En dat doe ik met een hele ziel. Met liefde. Maar soms zou ik wel eens even wat ruimte of voor mezelf willen hebben, zodat ik even nergens aan hoef te denken. Of ik zou eens even onbekommerd de stad in willen. Hoe regel ik dat? En dat noem ik op adem komen. Mijn naam is dus Hilly Schiemer. Mijn man heeft Parkinson, een ziekte die volgens mij totaal niet begrepen wordt. Ik zorg al 30 jaar voor mijn man. Ik ben kostwinnaar geweest, omdat hij het niet meer kon. Het gaat gewoon zo. En mijn man gaat 3 dagen voor dagbehandeling naar Bertilla. Een ideale oplossing. Hij zegt, het water heeft mij eigenlijk niet over de schoenen hoeven lopen. Mensen hebben met mij meegedacht. En zodoende hebben we die stap kunnen zetten. En daar heb ik geen spijt van. En dan loop je tegen helemaal.
25. Hè? Ouders vaak gescheiden. Zien dat je contacten moet onderhouden met familie. En zelf op de leeftijd bent gekomen, ik ben 52 jaar, dat je schoonmoeder aan dementie begint te lijden. Je ouders wat gaan mankeren. Je eigen kinderen, je wordt er nog oma, vaak in die leeftijd. Dat er heel veel op je afkomt. En iedereen heeft een hele lange adem.